Een kapiteinsgroet. Kent u die uitdrukking? Een kapiteinsgroet. Je stuurt je schip met ruim 4000 mensen aan boord. 4000 mensen. Je stuurt je schip wat dichter naar de kust om een leuke medewerker te groeten. En vlak bij je doel loopt je schip vast. Kapseist. En plotsklaps, dames en heren, kijkers, plotsklaps hangt het leven van meer dan 4000 mensen hangt aan een zijden draadje. Door jouw toedoen. En je bedoelde het als kapitein zo goed. Je week alleen van je vaarroute af om lief te groeten. Doet u het ook wel eens in het dagelijks leven? Van je vaarroute afwijken met als doel iemand lief te groeten. Je bent kapitein van je huwelijkscruiseschip en je vaart met je hele gezin naar een zonnige toekomst. Een gelukkige zin, zonnige toekomst. Je hebt je vaarroute helemaal uitgestippeld en ineens wijk je van je koers af omdat je zin hebt om een kapiteinsgroet te brengen aan een heerlijk hunkerende vrouw, hè, aan de kust. Je hebt zin in die fijne nachtclubzangeres. In die uitnodigende secretaresse. In die open schoolvriendin. In die hete vulkaan. Je hebt ineens zin in die hete vulkaan die wat punt van uitbarsten staat. Die Lorelei. En je wijkt met je levenscruiseschip af van de geplande vaarroute. En je huwelijksschip loopt plotsklaps vast op een onverwacht scherpe rotspunt. En dat grote varende gevaarte, je trots in de branding, gaat kantelen. En het gelukkige leven van alle opvarenden hangt aan een zijden draadje. Een kapiteinsgroet met fatale gevolgen. En hup, weg is het leven. Het zal je maar gebeuren. Oi, 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 oi. Maar dominee Grimbert, vraagt u zich misschien af. Dominee Grimbert, mag je dan nooit en te nimmer van je geplande vaarroute afwijken? Moet je huwelijksboot altijd op koers blijven? Nee, dames en heren, kijk eens, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Je mag best een keer een kapiteinsgroet aan een opwindende vrouw of man brengen. Ja, dat mag wel, maar doe het dan slim. Zorg dan dat je op je huwelijksbootje een heel klein speedbootje hebt. Op je grote huwelijksboot, op je grote gevaarte, heb je een heel klein snel speedbootje. En terwijl je op koers blijft, je blijft op koers, ga je met je speedbootje snel een kapiteinsgroet brengen aan een zonnige uitdaging. En niemand heeft er last van. Je bent heel snel weer terug en iedereen is blij en gelukkig en je bent weer op koers. Dames en heren, ik zou zeggen, misschien is dat wel fijn om te weten. Ik zou zeggen, blijf op koers. Maar geniet wel met volle teugen van een soms uitnodigende omgeving. Oh, wat mooi. Oh, wat leuk. Oh, wat ben jij leuk. Ik wens u een behouden vaart, ook de kijkers in het buitenland. En een aangenaam etensmaal met spekjes van dokter. Dank u wel voor uw aandacht.